Yo mens, Jarask hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe aflevering van de Road to Life Hipfire Mob. Hier natuurlijk op Modern Warfare 3. Mijn 76 staan nog op 10 en dat is niet helemaal de bedoeling. Wat wij natuurlijk in deze serie moeten doen, is we moeten proberen om een mob te droppen, oftewel een 24 gunstreak, terwijl we elke kill maken, terwijl wij hipfiren. Dus we mogen onze L1, wat het op de PlayStation... Wat op de PlayStation 3 natuurlijk is, niet gebruiken, want we mogen gewoon simpelweg niet inzoomen. Dus die hele knop, die blijven we af. Die knop die raken we niet aan. En dan hoop ik dat het misschien vandaag wel de dag is dat we die MOAB kunnen... Hij schoot nog serieus mis ook. Die MOAB kunnen gaan droppen. Check deze shit. Hij schoot nog serieus mis ook, jongen, die lul. Oh, ik was gestunt. Ik sta gewoon serieus stil en hij schoot nog mis. Oké, nou, anyway... Dat is wel een leuk vooruitzicht, want die enemies zijn dus niet zo goed. Alleen het punt is, ik weet niet waar ze zijn. Ik weet niet waar ze zijn. Ik loop even helemaal... kut, ik ben dood. Fucking hell, ik probeerde achter die auto te schuilen, maar ik kwam er niet tussen. Ik ben te dik, man. Teammate, kun je die vlag loslaten, alsjeblieft? Ik vraag het heel aardig. Kun je alsjeblieft... Alsjeblieft die vlag loslaten. Wat, ik zit te zoeken, man. Deze enemies spelen echt heel noob, jongens. Heel noob. Oké, kill die vent even met die vlag, enemy. Kill die vent met die vlag. Dank je, want het duurt een potje langer. Thanks. Zo, ze raken me hard, hoor. Hoejo. Oh, team is doodgaan, maar ik weet niet via waar. Dank je, zwaar vent. Jammer. Achter me zit er ook nog een, achter me zit er ook nog een. Fuck my life. Ik weet niet meer waar ze zijn, man. Kut, die vlag die ligt hier echt op een kutplek. Dat weet ik in ieder geval wel. Ja, pak nou niet die vlag op, teammates. Laat dat ding lekker liggen waar die ligt, man. Ik heb er geen zak aan, namelijk. Oké, hop, specialist bonus. Let's go. Nu moeten wij de rest nog. Nee! Oh, what? Ik kon niet meer lopen. Ah, shit, man. Ik zat vast, want iemand schoot een javelin, dus dan kan je niet meer lopen als dat ding op je komt. Ik weet niet of die van de teammates was of van de enemies, maar... Dat was niet zo handig, jongens, dat weet ik in ieder geval wel. Oh, triple. Nou, eigenlijk was het officieel was het een dubbel, maar... Ik vond dat het een triple was. De vlag die ligt weer op een kutpositie, jongen, de hele tijd al. Oh, kijk, nu heb ik de enemies in. Zoveel assisten. Ik speel er helemaal op los, jongen. Ik ga even omlopen, want dit gaat anders niet goed. Ze hebben ook nog assassin, man. Het is even omlooptijd hier. Oh nee, dan ben ik zeker weer te laat, want teammate doet het ook al. Nee, dat was mijn plannetje, lul. Ja, ik hoor bij je, vriend. Dat was mijn plannetje om om te lopen, maar mijn teammate dacht hetzelfde. Dan ben ik weer te laat, want ik liep andersom. Ik weet echt niet waar ze zitten. Fuck. We hebben nog even de tijd, gelukkig. Ja, ik weet echt niet waar ze zijn, jongens. Ik vind het heel spijtig. Maar ik kan die kant niet oplopen, want dan heb ik te lange afstanden die ik... Dan gingen we bijna dood, jongen. Niet in mijn rug, niet in mijn rug, niet in mijn rug, niet in mijn rug. Friendly predator missile inbound. Fucking kut, teammate. Echt waar, jongen. Ik zag hem wel aankomen. Daarom probeerde ze zo snel mogelijk af te knallen. Alleen mijn teammate die was toch... Nee. Die was niet op mij, hoor. Ik... Oké, die was wel op mij. Dan was die fucking scheef. Want ik dacht dat hij hem probeerde verder te schieten. Ik zag hem wel aankomen. Maar ik dacht, die enemy is slim. Die schieten verder. En die enemy is gewoon nog wel serieus. Ja, nee. Als ik die fan die had gekillt, dan had hij zichzelf gekillt met zijn eigen javelin. Dat, zo slecht was hij, zeg maar. Want hij liep er namelijk gewoon recht in, die gozer. Kut, man. Ze lopen allemaal bij B. Allemaal, kut, ik moet nog reloaden. Fuck. Laat mij nou even die kills krijgen, jongens. 1, 2, never mind. Oké, laat maar zitten. Laat me maar niet die kills krijgen. Never ever mind. Dit potje ga ik hem niet meer halen. We hebben nog maar 1000 punten. Wat gelijk staat aan 20 kills. En ik heb er minimaal 24 nodig voor de MOAB. Vieze camper, minimaal 24. Dus dat gaat niet meer lukken.
Oh, hier zijn ze ook allemaal down. Hey, lekker man, ik kom weer ergens aan kakken hoor, ze zijn weer allemaal down. Ik heb net een hele potje gehad, ik probeer om te lopen, ze zijn wel neer. Ik probeer de andere kant op te gaan, ze zijn wel neer. Zelfs als ik er ben, zijn ze al dood. Of ik krijg een fucking javelin om mijn kop, dat kan ook natuurlijk nog eens. Oh, spray, het boeit me toch al niet meer als ik dood ga. Wat is het pak zit er toch op? Ga je nog proberen te winnen, enemies? Jammer. Jammer, en we hebben gewonnen. Yeah. Oh, nog niet? Nou, wacht, ik pak die vlag op, dan hebben we gewonnen. Yay! Ik wist dat we bijna hadden gewonnen. Als je die vlag oppakt, krijg je ook 100 punten erbij. Dus ja, nu hebben we gewonnen. Maar ja, geen mo-op. Geen mo-op, we hebben 29 kills gedropt. Nou, dat is sowieso te weinig gewoon, maar ja. Het ging niet goed, man. Die enemies die liepen er wel op af, maar ze liepen de hele tijd over de lange afstanden. Deze weg, de hele tijd, deze weg die je nu op de achtergrond ziet, is een lange afstandsweg. En ik mag niet inzoomen. Dus hoe moet ik dan iedereen daar kunnen afknallen? Misschien had ik het anders kunnen spelen, misschien had ik niet moeten omlopen, maar gewoon moeten campen of wat dan ook. Maar ja, dat weten we natuurlijk nooit. We hebben een lekker potje gespeeld, dat sowieso. Dus ik hoop natuurlijk dat jullie ook hebben genoten van deze aflevering. Mocht jullie nou hebben genoten, ram die like op. En dan zie ik jullie hopelijk ook weer bij de volgende aflevering. Of bij een andere video. Dus tot de volgende keer weer, mensen. Bye bye. We'll be right back.